Patrick, hoe is het om in Groningen te zijn? Voelt goed. Ja, het was voor mij op een gegeven moment wel dat ik wist dat het bij Utrecht een beetje doodliep. Dus dan voelt het goed om, om nu naar een andere club te gaan. In dit geval Groningen, grote club, mooie club. Dus ik ben blij om hier te zijn. Ja, ik wil daar straks even op verder gaan over jouw toekomst bij FC Groningen en jouw overgang. Eerst even naar jouw voetbalverleden. Je hebt 8 jaar in de opleiding bij NEC gezeten. Ja. Daar ook gedebuteerd. Hoe ging het toen verder? Ja, klopt. Dus ik maakte mijn debuut eigenlijk als tweedejaars A. En toen op een gegeven moment kwam mijn interesse vanuit Utrecht, Jong Utrecht eigenlijk. Toen heb ik daar een contract getekend, omdat mijn gevoel gewoon daar lag. En toen vanuit Jong Utrecht doorontwikkeld naar het eerste elftal, onder Ten Hag toen de tijd. En toen eerste anderhalf jaar gewoon, vooral eerste seizoen eigenlijk gewoon toch best veel gespeeld. Als jongen die eigenlijk pas voor het eerste seizoen bij een nieuwe club was. En ook eigenlijk, ik sluitte aan bij Jong, maar dan toch snel naar 1. Toen tweede seizoen op een gegeven moment geblesseerd geraakt. Ook voor lange tijd, kruis van blessure. Die had ook wel gevolgen voor het seizoen daarop. Ik denk 11 maanden uiteindelijk uit geweest. En daarna gewoon nog wat klachten nagehouden. En ja, toen daarna, na de zomer, toen voelde ik me eigenlijk weer helemaal fit. Naar VVV gegaan voor een jaartje. Daar veel kunnen spelen. Was gewoon weer echt lekker om gewoon wekelijks op het veld te staan. Gewoon weer dat je het vertrouwen een beetje hebt in jezelf van oké, ik kan het nog. Dus goed seizoen gehad, daarna teruggekomen bij Utrecht. Weer op de bank gekomen. Het was wel echt een mindere tijd dan weer, want dan hoop je eigenlijk dat je kon doorpakken vanuit VVV naar Utrecht natuurlijk. Mocht niet zo zijn. En toen uiteindelijk in de winterstop naar Sparta gegaan voor een halfjaartje. Daar weer lekker aan het spelen toegekomen, maar helaas door corona natuurlijk competitie niet doorgegaan. Dus het was jammer dat ik daar het seizoen niet heb kunnen afmaken, maar is wat het is. En toen kwam Groningen nu zijn we hier. Wanneer kwam Groningen voor het eerst? Ja, eigenlijk al in de tijd dat ik bij Utrecht een soort van zomerstop had. Dus ik denk dat dat nu een maandje geleden is. Iets langer, misschien 1,5 maand geleden. Op zich toen de tijd was voor mij ook nog wel vroeg. Dus ik had niet eigenlijk gelijk verwacht dat ze al zo vroeg zeg maar zouden komen. Maar toen op een gegeven moment over nagedacht. En toen wel gewoon echt tot de conclusie gekomen dat dit voor mij nu het beste zou zijn voor mijn carrière. Wat heeft jou overtuigd om voor FC Groningen te kiezen? Zoals ik net al aan het begin eigenlijk ook zei, gewoon dat het een hele grote, mooie club is. En ik denk gewoon, ook als je kijkt naar de spelers die vanuit hier uiteindelijk weer die vervolgstap hebben gemaakt. Ja, eigenlijk een hele lijst aan spelers die een mooie vervolgstap hebben gemaakt vanuit Groningen. Dus dat laat gewoon zien dat spelers zich hier ontwikkelen en weer doorgroeien naar tot betere spelers. En waarom denk jij die volgende stap ook te kunnen maken bij FC Groningen? Ja, ik denk, ik ben niet meer super jong, ik ben nu 24 geworden. Maar ik bedoel, het betekent niet dat ik ook nog weet dat er nog genoeg potentie in mij zit die ik kan behalen. En ik denk gewoon, ook vergeleken misschien met de clubs waar ik dan de afgelopen jaren heb gespeeld. Waren toch wel meer clubs die soort van voor lijfsbehoud gingen. En Groningen is toch over de afgelopen jaren gewoon een hele stabiele middenmotor altijd geweest. Dus je hebt toch wel meer de bal ook. En ik ben ook wel een speler, ik moet het hebben van mijn aanvallende kwaliteiten. Dus hoe meer we de bal hebben, eigenlijk hoe beter ik ook tot in mijn recht kom. Ja. Waar moet jij nog stappen inzetten? Waar kun jij nog beter in worden? Sowieso koppen. Dat is wel echt iets wat ik moet verbeteren. Ik ben natuurlijk eigenlijk een linksbuiten. Dus, maar ook bijvoorbeeld bij Sparta heb ik ook veel in de spits gespeeld. En dan zie je toch wel van dan krijg je ook gewoon veel voorzetten. En dan wordt toch verwacht van je eigenlijk dat je die ballen gewoon in ieder geval
ja, strak richting de goal krijgt of zo. Dus dat is wel iets afwerken vanuit voorzet, echt iets heel specifieks wat ik echt moet verbeteren. En er zijn natuurlijk een hoop andere dingen. Ik bedoel, ook kwaliteiten van mij, bijvoorbeeld 1-op-1 passeren of ja, schoten van rond de 16. Dat zijn ook dingen die ik nog gewoon wil verbeteren. Dus eigenlijk gewoon mijn hele spel, dat ik nog meer kan uitblinken in wat ik doe. Het is natuurlijk een wedstrijd die bepaalt of je kan spreken van een redelijke start of een valse start. En dus gaat Joosten nu ook op avontuur en maakt hij er 1-1 van. Want er moet gewonnen worden. En dit is in ieder geval de gelijkmaker. En die is ook fraai. Welke rol zie jij voor jezelf weggelegd in de selectie? Heb je daar al over nagedacht? Ja, ook al met de trainer een beetje over gehad. En ja, hun zien mij toch ook, of laat ik zo zeggen, hun hebben mij vooral gehaald voor de linksbuitenpositie en ook achter de spits, eventueel in de spits. Dus ik denk die drie posities zijn een beetje de posities waarvoor ik zal gaan. En nu wat kansen voor Utrecht met mogelijk Venema. Het is Joosten. Joosten! En wat een goal is dit, zeg! Zijn rentree na zoveel tijd. Een zware knieblessure en hier is de 1-0 van Patrick Joosten. Ik heb wel een aantal mooie goals gemaakt, ja, van rond de 16. Ja, ik hou er wel gewoon van om naar binnen te komen. En dan, ja, als ik de bal gewoon vrij heb rond de 16, dan, ja, ik heb die kwaliteiten wel om van daaruit uit te halen en dat het dan gevaarlijk wordt. Dus, ja, Hannes merkt nog niet, maar het is wel de bedoeling dat dat ooit echt wordt. Heb je ook een voorbeeld? Een voetballertje zegt van, hey, dat is mijn voorbeeld. Dat is een speler die mij inspireert of heeft geïnspireerd? Nee, niet echt. Ik denk dat ik kijk naar heel veel spelers en niet zeg maar één speler of zo. En het verschilt ook per tijd. Bijvoorbeeld, ik had een tijd dat ik dat Neymar mij heel erg inspireerde. Maar dat was meer de tijd dat hij bij Barcelona speelde. En nu weer minder. En nu bijvoorbeeld vind ik het weer interessanter om naar een Mahrez van City of een Sancho te kijken van Dortmund. Dus dat verschilt heel erg. Maar ik kan van heel veel spelers genieten. Maar ik heb niet echt één speler die ik, ja, wat mijn voorbeeld is. Je hebt hier ook wel eens in dit stadion al de wedstrijden gespeeld. Ja, klopt. Hoe was dat? Ja, mooi. Ik moet altijd zeggen, het heeft gewoon iets speciaals. Dat als je om je heen kijkt, nu ook. Ik bedoel, gras is natuurlijk altijd groen. Maar dan heeft het ook iets speciaals dat het hele stadion ook gewoon groen is. En alle stoeltjes groen zijn. En ja, in Nederland, ja, met groen, welke andere clubs hebben eigenlijk groen tenue? In Nederland kan ik zo niets bedenken. Buitenland, nee, Celtic. Ja, dus dat is sowieso wel een soort van one of a kind of zo. Dus ik weet niet, het is gewoon wel speciaal als je hier bent, inderdaad. Het is toch anders en een heel mooi stadion dus. En hoe is dat om als tegenstander hier te spelen? Want je hebt natuurlijk alleen maar als tegenstander hier gespeeld. Ja. Maakt het ook indruk? Ja, ja, zeker. Zeker ook, daar zit vaak ook de harde kern, toch? Ja, ja, dat heeft zeker indruk gemaakt. Dus ja, als ik ook zo aan terugdenk, waren geen makkelijke wedstrijden. Volgens mij met VVV heb ik hier verloren. En met Utrecht wel een keer gewonnen ook. En nog een keer misschien gelijk of iets. Maar het waren in ieder geval geen makkelijke wedstrijden. Hier zo weer. Hij de gevaarlijkste aan de kant van Jong Utrecht. Silasso, daar is de voorzet en Joosten met de 1-0. Beste vrienden, huisgenoten en nu ook samen in het productieteam dat de 1-0 voor Jong Utrecht aflevert. Jouw vader komt uit Ghana. Ja, klopt. Je bent volgens mij in de winterstop naar Ghana geweest, ja. Naar Accra. Ja. Hoe was dat? Ja, was heel, heel mooi en fijn om daar te zijn. Ik moet ook zeggen, vaak als ik op vakantie ga, dan heb ik eerste 2 dagen dat ik even een beetje moet wennen. Gewoon aan het nieuwe land. Maar ik moet zeggen dat de eerste plek was waar ik kwam en dat ik eigenlijk vanaf moment 1 had van... En dat is eigenlijk gek, want ik ben er nog nooit geweest. Maar dat laat wel gewoon zien, toch ergens, dat ik die verbondenheid heb. Dat ik me gewoon gelijk thuis voelde. En ja, op een hele leuke manier, denk ik, kennis gemaakt met... Ja, met mijn roots.
Ja. Zien we die roots ook terug in jouw spel? Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat is eigenlijk sowieso de Ghanese... Ik weet ook niet of die er echt is. Misschien is die juist eerder heel agressief. Dus ik ben niet de agressiefste speler of zo. Maar ja, ik denk wel dat ik atletisch vermogen heb. En dat dat ook zeker iets is wat veel Afrikaanse jongens en ook veel Ghanese jongens wel hebben. Dus dat misschien. Ja, nou heb je in het oosten gevoetbald, bij NEC, bij FC Utrecht, midden van het land, VVV, Limburg in het zuiden, Sparta in het westen. Ja. Dan bleef er dus nog één ding over, dat is het noorden. Ja. Het is wel grappig dat je dit zegt, want toevallig, ik had gisteren over met een paar vrienden en die zeiden eigenlijk precies hetzelfde. Ja, dat is wel leuk, ja. Wat stel je ervan voor? Wat ik ervan voorstel? Ja, het zal voor mij wel even wennen zijn, denk ik. Omdat dit is wel de eerste keer dat ik zo ver, of het is natuurlijk ook weer niet, maar voor Nederland is het ver als je 2 uur van huis bent. Maar ja, natuurlijk, ik heb gewoon positieve ideeën of gevoelens hierover. Want anders zou ik niet hier een contract willen tekenen. En ik zal het nog allemaal moeten zien, maar het is mij wel vaak verteld dat Groningen wel ook gewoon een hele leuke stad is. Nuchtere mensen, zeg maar. Dus ik ben benieuwd.